Wat een lucht weer, man. Shit. Gadzakken. Hey, Gurk, wakker worden, man. Man, vanochtend op de bicicletten. Ik was zo'n junk naast mijn biken, toch? Maar ik was gewoon vermoeid. Ik had gewoon geen zin in een gesprek. Ja, toch? Precies. Meneer, heeft u misschien een pakket brood voor mij? Heeft u misschien een liter kwark? God. Fuck is dit? Hey, Gurk, je weet het, hè? Sst, stil zijn. Zijn ook dicht, man. Ik zei dat we nog dicht waren, man. Kijk hem, grote meneer speelzakken. Lange Cubaanse sigaret. Nog die keer dat jij een stadionverbod had gekregen alleen om je gezicht. Is je nog die ene keer dat ik je zo hard liet schrikken dat je letterlijk uit je kont ging ademen, broski? Is je nog die keer dat we die man zo hard in zijn gezicht hebben laten schrikken dat hij niet meer bijkwam, dat hij dood was? Is je nog die ene keer toen onze benzine midden op de snelweg gelegen was, broer? Is je nog die keer dat je zo lang ruzie had met je vriendin dat ze mijn vrouw werd? Is je nog toen we dachten dat je moeder in Dubai was en opeens stond ze in de woonkamer tijger? Ik weet niet waar je het over hebt, man. En in de keuken huist een demontje. Die heet Gurk. Op avontuur met Jordi en Lexus. Heeft je spijt aan de maatschappij. Gelach en ontlasting hier in het Pompuis. Omski, die tent is super kaki geworden. Wauw. Hey, we willen in de boeken, toch? Zakelijkheid kent geen tijd, man. Ik ben blij dat je er geen koffietent van hebt gemaakt, man, broski. Nooit. Dat gebeurt nooit. Broski, wat was dat? Wat? Bro, wat hoorde ik daarachter, broer? Ik weet niet waar je het over hebt, man. Sorry. Bro, ga niet liegen tegen mij. Ik keer sinds way back toen je nog met Barbie-poppen speelde. Wat was daarachter, dat geluid? Oké, fuck it. Ik heb een demon in mijn keuken, man. Wat? Gurk. Gurk is een goedaardige demon, man. Zie je de keuken daar? Dat is geen keuken, man. De hel begint daar. En Gurk is daar gewoon een keer uit komen stappen. We zijn matties geworden. Hij is vriendelijk, man. Hij is gewoon een soort knuffeltje. Maar luister dan. Het ding is, als de verkeerde mensen hem zien... Of iemand loopt per ongeluk ineens die keuken in. Dan ben ik de pineut, dan kan ik mijn tent wel sluiten. Want je kan zoveel vergunningen aanvragen voor de hel als je wil, maar ze gaan je precies dik geven. Shit, bestaat gewoon echt, man. Dit is Gurk, man. En wat was je aan het doen dan? Hé, hey, pas er wel mee op, man. Straks loopt de tent hier helemaal vol. Hé, hey, Gurk, zeg even gedag tegen mijn hele goede vriend van vroeger, Lexus, man. Ik? Ja. Als je niet doet wat hij zegt, maakt hij gewoon dood, man. Zeg je eerlijk. Gurk, man. Je bent wel vriendelijk, hè, Gurk? Nou, vriendelijk, vriendelijk. Pas maar op, hè, Gurk. Hij heeft van vieze geintjes, man. Oh,
Ik zou hem niet aanraken, maar zeker niet als ze buiten zitten. Kijk, wat doe je? Hey, je bent weer terug. Heeft Gurk gewoon 2 geintjes bij je uitgehaald? Ik zei het toch, Gurk is een jokester. What the fuck is gebeurd, Kill? Hoe lang ben ik al weg? Gewoon een volle, dolle week, man. Gurk is helemaal gek, toch? Een week? Gurk kan je in hele korte tijd heel diep naar jezelf laten kijken, man. Korte tijd, een week? Oh, Gurk, daar ga je, man. Daar ga je. Als de verkeerde mensen hem zien, dan ben ik de pineut, ouwe. Dan kan ik mijn tent wel sluiten. Goedemorgen. We komen voor de poepinspectie. Wat? Wij zijn van de fecaliëndienst. Wat voor een dienst? Fecaliëndienst. Fecaliën betekent oud terpsielen, vekjes of gewoon poep. Soms is daar overlast mee. Je hebt het wel veel over poep, zeg. Alles goed verder? We hebben een melding gehad van de bovenburen dat er uit jouw keuken een behoorlijke stank tegemoet komt. Ja, kom op nou. Ruik je toch zelf ook, of niet dan? Van niks. Ja, nou, nu kan je zo gaan doen. Geen grappen nou. Er komt gewoon een behoorlijke stank uit de keuken. Je gaat gewoon meewerken. Ruik je bovenlip. Slechte omen, man. Bad vibes kartel hier zo ineen. Dan moet je kijken. Jullie zijn goed op je hoofd gevallen bij de geboorte, of niet? Net of er 2 toiletten binnen zijn, man. Gaat het goed? Die Paulusman. Wat, man? Gewoon 2 tenten, man. Dat is geen down the rabbit, hoor. Ben je gek of zo? Volgens mij zit het helemaal los bij jullie in die achterkamer, of niet? Veel draden, maar geen connectie. Hoeveel, man? Waarom sta je ogen zo dicht bij elkaar, Baviaan? Weg! Wezen! Weg! Wezen! Pakkers. Mijn tent, man. Dom vooral. Hij kost een maatje hier. Hij is pas een krachtpatser. Gurk, man. Hij zit helemaal de verkeerde kant op te kijken, man. Hij is niet in orde, toch? Shit. Wat een rit. Hey, ik vind het eerlijk gezegd echt heel leuk om aan mezelf te merken dat ik goed ben in mensen connecten. En het is gewoon hartstikke leuk om mijn goede vrienden na lange tijd weer terug te zien, man. Liefde, hey, nou maar hopen dat er niet elke aflevering zo'n dienst langskomt om die poepgeur in de keuken te checken van Gurk. Jezus, man. Dat is niet normaal, man. Welkom in de hel, man.